Ja, dit is nieuwsuitzending. Even kijken. Hoe ver ik gebleven was. In 117 of zo? Even controleren. Ik heb nog internet via mijn buurvrouw. En ik heb een subscriber erbij trouwens. Dit is 117 wordt dit. En vanavond ga ik nog 118 doen. Samen met Jurk Gillisman. Maar dit mag er ook eventjes uit. Het is gewoon tussendoortje. Ik heb gisteravond heb ik een krant gestolen. Of gejat, zeggen ze dan. En dat is de Gelderlander van 29 november 2016. En de bedoeling van deze uitzending is om jullie ervan te weerhouden om de krant ooit nog te lezen. Je mag hem bestuderen, dat wel. Je mag de krant inspecteren. Maar je mag hem niet meer lezen. Je mag niet de krant open doen en denken van, oh, wat leuk. Want het is niet leuk wat in de krant staat. Het is een vorm van liegen wat daar gebeurt. En ter bewijs heb ik dus hier een exemplaar voor mij liggen. En onder het dweil draai ik een checkje. Want ik kan twee dingen tegelijkertijd. De voorpagina. Daar is het linker artikel. Terminal stap dichterbij. Of terminal. Ik lees voor. De bouw van de railterminal Gelderland in Valburg komt een stapje dichterbij. VVD en P van de A dienden gisteravond in de Tweede Kamer een motie in waarin zij stelden dat staatssecretaris Dijksma met de provincie Gelderland moet kijken hoeveel geld er nog nodig is. Het is voor het eerst dat in Den Haag de bereidheid bestaat mee te betalen aan dit overslagcentrum voor goederen. Dijksma, dat is dus die staatssecretaris, zei wel dat het Rijk in principe niet meebetaalt, tenzij uit onderzoek blijkt dat de terminal, de overslagcentrum, van Europees belang is. Die Dijksma als eerste, dat is toch niet Sharon Dijksma, hoop ik. Die vroeger op onderwijs zat. En toen was ze ook al een beetje obese. Maar laten we maar hopen dat het een andere Dijksma is. En hij zei dus, Johan Dijksma of zo, weet ik veel. Dijksma die zei dat het Rijk in principe niet mee betaalt. Kijk, en dat vind ik goed. Het Rijk moet niet betalen. Het Rijk is de gouvernant, is de toezichthouder. En die betaalt nergens voor. Maar dat gebeurt dus wel. En Dijksma zegt, ja, want het gaat om Europees belang. Nou, persoonlijk heb ik helemaal geen Europees belang. Vroeger ben ik wel eens naar Frankrijk geweest. Ontzettend lekkere koffie gedronken. En ontzettend goede sigaretten gerookt. Mooie vrouwen gezien. En dat is mijn Europese belang. Ik heb verder rest geen Europees belang. Ik ga op vakantie naar Frankrijk. Of ik ga op vakantie naar Spanje. Of ik ga op vakantie naar Duitsland. En dan neem ik mijn valuta, mijn waarde neem ik mee. Europees belang. En in Europees belang gaan ze dan een railterminal laten bouwen? Nee, amma never nooit niet. Het lijkt de fucking JSF wel. Oh, mooie plannen, allemaal geld, dat is onze BTW, onze loonbelasting, onze accijns, onze
ons kwartje van Kok. Van Wim Kokhals. En dan gaan ze een terminal van bouwen. Ja, natuurlijk, joh. En dat mag zomaar. Ja, niet van mij. Als jij een rail terminal wil gaan bouwen, jongen. En je heet van de familie Rockefeller. Ja, en dat doe je maar lekker zelf. En dan gaan we naar een bank. En dan ga je naar die bank en dan zeg je, dag bank, ik ga een rail terminal bouwen. Wat kun je me schuiven? Dan maak je gewoon een contract met die bank. Maar niet met onze overheid. Tenminste, onze overheid, het is ook onze overheid niet. Het is ook een stelletje bankiers. Die een beetje met geld lopen schuiven. Snappen jullie dat? Dat de JSF, om het te beginnen, bij het begin, dat hadden we nooit mogen doen. Als wij echt een vliegtuig nodig hadden, een gevechtsvliegtuig, ja, dan koop je er toch gewoon in. Wat denk je dat een tweedehands F-16 kost? En denk je dat die niet vliegen? Die vliegen wel, hoor. En een JSF met al die mooie beloften van lalalala, dan gaan we lekker betalen. Ja. Hoe denk je dat het komt dat hier in Arnhem, hè, is de hele middenstand is weg. Het is alleen maar een Primark waar mensen werken met een uitkering. Wat denk je dat die Poen gebleven is? Die is naar de JSF. En naar de Europese Unie natuurlijk. Het is ons geld. Ja, wij worden alleen maar armer. En wij horen dus niet te betalen voor een containerterminal of zo. Onze overheid moet niet onze gouvernant. Die moet onze gouvernant zijn. Onze toezichthouder. En voor de rest niet. En wij hebben momenteel een overheid. En die gaat ondernemertje spelen. Ja, en dan ga je kapot aan. Ik ga even door op de voorpagina. Het wordt nog veel erger, hoor. Dus, ik hou de tijd in de gaten. Dus ik wil het niet te lang maken. Ik krijg hier het tweede artikel van de Gelderlander. Van 29 november 2016. Te harde aanpak jihad verdachten. De maatregelen die Nederland neemt tegen terrorisme zijn in strijd met internationale verdragen, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat stelt de Raad van Europa in een brief aan het kabinet. Daar mag je even over nadenken. Wat denk je dat hier achteraan komt? Gaat even verder in het artikel, dan wordt er gesproken over alle lidstaten hebben het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens getekend. Het punt is dat de afkorting is EVRM die hier staat. Maar er staat hier Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Dus daar had EVBRM moeten staan. En dat doen ze niet. Grapjes maken. En mensenrechten, dat zijn dingen die moet je zelf afdwingen. Dat is jouw recht namelijk. En als je dat niet claimt, als je je recht niet claimt, ja, dan ben je toch niet waard. Maakt het jou niet uit. En de te harde aanpak. Ik lees even voor. De Raad van Europa heeft kritiek op twee wetsvoorstellen die eerder dit jaar door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Zo mag bij mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij een terroristische organisatie
een meldplicht, gebiedsverbod of contactverbod worden opgelegd. Het kan gaan om iemand die contact heeft met een jihadist of iemand die verdacht veel belangstelling heeft voor een plek die mogelijk doelwit is van een aanslag. De raad vindt dat veel te ver gaan. Wat hier de angel is. Al wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En als er dus mensen zijn die van plan zijn om bommen te gooien, of weet ik wel wat voor gekke dingen te doen, en die moeten we oppakken. Hebben we daar regels voor nodig? Nee, natuurlijk niet. Als jij gewoon verdacht bent, dan word je staande gehouden. En dan zegt er iemand tegen jou van, wat ben je aan het doen? Het ziet er een beetje gek uit. Huh? En dan komen wij in actie. En onze overheid, die heeft... te hard hoor, we moeten iets voorzichtiger zijn met die jihad-verdachten. Nee, natuurlijk niet. Als je gewoon zeker weet, of je denkt zeker te weten, dat iemand iets geks gaat doen. Aanpakken die lul. Of kut. En het ligt eraan of het een vrouw of een man is. Gewoon pakken. Hoezo te hard? Wat hebben die mensen dan aangedaan? En wat doen die jihadisten trouwens hier? Ons een beetje Arabisch leren? We hebben toch een perfecte taal hier? We spreken namelijk Nederlands. Moeten we Arabische les krijgen? Staat er helemaal nergens op. We gaan lekker door met de krant. Er staat ook nog op de voorpagina. Geen zin in seks? Vraagteken. Krijg een sexy state of mind. Ja, het zal best. We steven af op het mooie artikel. De kunstgasvelden, dat is een probleem mee. Die schijnen kankerverwekkend te zijn. Dat snap je ook wel. Je loopt dan met je voetbalschoenen, loop je ergens overheen. En dan kom je thuis na 3 doelpunten en dan heb je kanker. Nou mag er niet meer gevoetbald worden op de kunstgasvelden. En op de natuurgasvelden mag ook niet meer gevoetbald worden. Want daar is het koud voor. Zo blijven we lekker bezig. En iedereen wil maar voetballen, maar dat mag niet. Van suïcide komt suïcide. En dit artikel is geschreven door Bettine Winters. En dat is uit Nijmegen. In Nederland plegen ieder jaar meer mensen zelfmoord. Nou, dan kan ik nu gelijk al... ik ga de rest niet voorlezen. Dat heb ik gewoon geen zin in. Ik snap het best. Ik vind wel wat je moet zeggen. De vrijwillige uitweg. De vrijtood. Ik ben een beter woord dan... dat woord wat hier net gezegd werd, geschreven werd. En dan gaat ze het ook nog, die Bettine heeft ook nog uitgeteld dat 200 van die vrijwilligers, van de vrijwilliger, het vrijwillige afscheid, die hebben daarvoor gebruik gemaakt van de trein. Niet zozeer dat ze een OV-chipkaart hadden, maar dat ze ervoor stapten. Van take me away. En daar schrijft ze dan een artikel over. Nou, die zal wel een leuke dag gehad hebben. Wacht even hoor. De veiligheid van het land. Dit is een enquête. Dit meen je niet. De veiligheid van het land is belangrijker dan de mensenrechten van verdachten. Oké.
dat zal wel, zal wel. En dan kan je dus reageren op dg.nl, dus dat is de Gelderlander. Het is goed als het gebruik van de mobiele telefoon in de auto helemaal verboden wordt. En de 89% is het er mee eens. En 11% is het er niet mee eens. Ai, 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 ai. Wat moet je ermee? Mag je niet meer bellen in de auto? Ik vind gewoon dat je een... als je het toch over autorijden hebt... Je moet gewoon een botsverbod invoeren. Dan zeg je bots met je auto, dan ga je betalen, jongen. Dan gaat je hele spaarrekening eraan. Desnoods verkopen je vrouw nog aan ISIS, hè, als seksslaaf in. Maar je gaat gewoon betalen. Als je bots met je auto, voor de rest moet je gewoon... Ja. Wat maakt mij het uit dat iemand telefoneert in zijn auto? Dat interesseert me toch helemaal geen fok, man. Maar botsen met je auto... Dat vind ik echt een hele nare gewoonte van mensen. En sommige mensen doen dat. Die gaan gewoon boem. Dan knallen ze ergens tegenop. Man. En als het dan een technisch mankement was in je auto. Ja, dan gaat je autobedrijf maar betalen. Als jij er niks aan kon doen. Want dat komt ook voor, hè, dat er een stuurstang breekt. En dan is je auto onbestuurbaar. En dan vliegt je auto alle kanten op. Ja. Jij dus ook, want jij zit achter het stuur. Maar het stuur, dat werkt niet meer. Ja, dan kan er ook iemand kapot gaan. Maar voor de rest moet je niet zeuren over auto's. En niet gaan zeggen van, je mag dit wel, en niet te hard rijden. En je mag ook geen alcohol drinken als je gaat rijden, want dat is... Nee, daar gaat het helemaal niet om. Je mag niet botsen. Je mag gewoon niet knallen. Akel. Je moet gewoon weten dat als je een auto bestuurt, dat je een moordwapen... Is dat dan heel erg romantisch? Dan heb je gewoon een moordwapen in handen. En dat gebruik je gewoon, maar met een fiets kan je in principe ook ontzettend schade veroorzaken. Maar je mag gewoon geen schade veroorzaken. En die je mag niet zeggen stom, maar die gekke, vreemde, niet, voor mij niet te begrijpen overheid, die zit dan te zeggen van ja, maar dan mag je maar zoveel promiel alcohol in je bloed hebben, en het onderste middeloe. Dat snap ik helemaal niet. Wat mag er nou weer niet? Ja, want mensen kunnen zelf niet nadenken. Dat laatste, daar heb ik dus wel een bepaald gevoel bij. Dat ik denk van ja, daar zit wat in. Mensen kunnen het echt niet. Niet in mijn, niet iedereen trouwens, sommigen wel. Maar in principe hebben mensen qua nadenken iets te leren. Dat is wel mijn mening. Dan krijgen we hier een artikel en dat schoot mij echt in het verkeerde keelgat. En dat is van Koen Voskuil. Dat kan alleen maar de Koen Voskuil zijn van het Algemeen Dagblad... die toen meegewerkt heeft aan die zogenaamde aanval op Joris Demmink. Joris Demmink, die is het hoofd geweest van het ministerie van Justitie, de secretaris-generaal. En hij heeft zich laten beschuldigen van seks met minderjarige jongens. Joris Demmink staat ook niet... Ja, dit is dus een homoseksueel, heet dat dan. Dus de man van de herenliefde.
op zich heb ik daar geen moeite mee. Punt is wel dat in de Nederlandse wet daar staat dat betaalde seks, dus je bent volwassen en je wil graag seks en je hebt een paar centjes over, ja, dat mag met iemand van 18 jaar en ouder. Dat is toegestaan. En Joris Demming, die heeft zich laten beschuldigen van het feit dat hij dus seks heeft gehad, betaalde seks met mannen van onder de 18. En zijn excuus was dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Dus als jij de volgende keer gearresteerd wordt op de snelweg, vanwege het overtreden van de snelheidsvoorschriften, dan moet je gewoon zeggen, ja, ik kijk niet altijd hoe hard ik rij. En dan kom je er net zo mee weg als Joris Demming. Je hoeft alleen maar te zeggen, meneer de rechter, ik let niet altijd op. Ik ga graag mijn gang. In het geval van Joris Demming wil je dan graag seks met jongetjes. Ik snap niet waarom. Ik zal het zelf nooit doen. Gekke gewoonte. Maar dat wil je dan graag. En ja, voor de rest doe je gewoon lekker wat je wil. Koen Voskuil van het Algemeen Dagblad. Die heeft 2 artikelen geschreven over Joris Demming. Die heeft zich laten afzeiken bij De Wereld Draait Door, door Matthijs van Nieuwkerk, Jan Mulder. En ja, wie missen we nog? Peter Dinges de Vries. Peter R. de Vries. En er was alleen maar om een rookgordijn op te werpen rondom die man Joris Demming, die de Nederlandse wet heeft overtreden. En als Joris Demming de Nederlandse wet overtreedt, dan mag jij dat ook. Heb je dat goed begrepen? Als hij dat mag, mogen wij dat ook. Wij hoeven ons niet meer aan regels te houden. En mensen als Koen Voskuil helpen niet. Ik kan je net zo, dat, ik zal even gaan voorlezen. Koen Voskuil heeft dus nu een artikel geschreven. Ook weer zo'n echt totaal nietszeggend. Ik vind het niet goed wat Koen heeft gedaan. Koen Voskuil. Maar hij moet natuurlijk ook werken. Hij heeft natuurlijk ook een vriendin. En hij wil ook komende zomer naar Ibiza. En dan moet je toch een vliegtuigticket betalen. Ik heb voor de rest geen oordeel over die man. Maar wat hij gedaan heeft is niet mooi. Het was niet mooi wat hij toen deed over Joris Demming. En die toneelvoorstelling bij De Wereld Draait Door sloeg helemaal nergens op. Je doet het of je doet het gewoon niet. En wat Koen Voskuil doet, ik zeg niet dat hij het echt doet, maar hoe het op mij overkomt, het is dat hij er een grapje van maakt. Terwijl het geval met Joris Demming, dat is geen grapje. Je mag geen betaalde seks hebben met mensen onder de 18. En je kan zeggen, ja, ik heb de kind een mars gegeven en een muts. En er mocht ook nog een uitje met de boot. Nee, dat mag niet. Dat is het einde van het begin. Of het begin van het einde, kies maar. Maar nu Koen Voskuil met de volgende titel. Gesjoemel bij reclassering. Reclasseringspersoneel overtreedt de regels door steigerhouten meubels die door taakgestraften zijn gemaakt, contant en zonder bon te verkopen. Dat blijkt uit verborgen camerabeelden die 3 ontslagen
klokkenluiders aan deze krant hebben verstrekt. Dan staat er een foto naast. En dan zie je twee mannen. En de hoofden van die mannen die zijn uitgeblokt. Dus je kan niet zien wie het zijn. En er staat onder, undercoverklant, tussen aanhalingstekens, doet, en die aanhalingstekens hadden niet gehoeven, tijdens een transactie vorig jaar bij de meubelwerkplaats van Reclassering Den Haag. Dit is geen informatie. Het zegt helemaal niks. En Koen Voskuil heeft het ook gedaan aangaande Joris Demming. Door gewoon dingen bij elkaar te schrapen en gewoon niet te zeggen waar het om gaat. Namelijk dat Joris Demming, die had seks gehad, naar zijn eigen woorden, met mensen onder de 18. En dat is strafbaar. Dus hoort Joris Demming in de gevangenis. Punt. En Koen Voskuil, die ging dus toen heel ingewikkelde toestanden maken met een paspoort. En er was gevonden, we hebben de getuigen gecontroleerd. En terwijl de waarheid al helemaal duidelijk was. En gesjoemel bij reclassering met, wat is het, steigerhouten meubels. Die door taakgestraften zijn gemaakt. Daar gaat het toch helemaal niet om. Misschien hebben die mensen inderdaad wel meubels gemaakt en verkocht. Dat is toch, dat is geen misdrijf. Kom op. Nog eentje. Controle op ondervoeding. Er moet meer professionele aandacht komen voor ondervoeding bij ouderen. Nou wordt het heel smerig, de volgende. Een meisje kreeg tattoo en trui voor prostitutie. Daar hebben ze ook een heel lang ding, heel stuk erover. Een meisje dat... Hij was 17 en die ging in de prostitutie. En die was dan gedwongen. Ja. Ik snap niet hoe je kan laten dwingen tot prostitutie, trouwens. Er wordt zo'n kerel gewoon, als een kerel zegt van... Ga op je rug liggen en doe je knieën uit elkaar. Dan sla je hem gewoon voor zijn bek. Gewoon met je rechter vuist. Dan ren je de deur uit. Je gaat er niet op je rug liggen. Dat doe je toch gewoon niet. Ja, tenzij je graag seks wil. En waarschijnlijk wilden zij gewoon graag seks. Ze vonden wel lekker kriebelen of zo, denk ik dan. Je doet het anders gewoon niet. Je hebt toch geen gaasje in je hoofd, idioot. Maar het kan zijn hoor, dat je dat wil. Dat je dat gaat proberen. Mijn dochter doet het niet. Maar die mag het wel. Dat weet ze niet. Dat zou ze ook helemaal niet op prijs stellen dat ik zeg dat ze dat van me mag. Daarom zeg ik het ook niet tegen haar. Maar ze mag het van mij wel. Tuurlijk mag. Het is geen goed idee. Afwijkend plan. En in de krant hoor dat soort verhalen helemaal niet te staan. In de krant zou iets anders moeten staan. En wat is er met haar gebeurd? Er staat er ook nog in. 4 tot 5 mannen per dag. Voor een beetje vrouwen. Sorry, maar ik geen grap van maken.
vijf mannen per dag. Ik vind één keer seks in de week vind ik al ongeveer borderline. Maar twee keer, één keer per dag, kan ik ook nog wat, dat haal ik niet. Dat lukt me gewoon niet. Zou het moeten proberen. Met een leuke vrouw natuurlijk. Hè? Een mooie vrouw. Van hart dan, hè? Een mooie vrouw van hart. Zou het kunnen proberen. Maar vier, vijf keer per dag. Kom op, zeg. Waar was dat meisje mee bezig? En welk verhaal zit erachter? En dat staat niet in de krant. In de krant staat alleen maar dat ze vier, vijf keer per dag seks had. En that's it. Geen oplossing, geen niks. En dan komen we bij het finale artikel. En daarvan is de titel: Als de dijken doorbreken. En dat komt er inderdaad aan. Ik denk dat ze dat gaan doen. En ik weet niet of ze gelijk hebben natuurlijk. Ik weet niet of ik gelijk heb. Maar ik denk dat ze dat gaan doen. Ik denk dat ze een elektriciteitshuisje gaan opblazen. Op een paar plekken. Dus meerdere huisjes. En is het boem, 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 boem. Want Almere ligt 6 meter onder de zeespiegel. En de Alexanderpolder die ligt 16 meter onder de zeespiegel. Of 11 meter. Of, zoek het maar uit. Het ligt een heel eind onder de zeespiegel. En dat geldt voor bijna het hele westen van Nederland. Wij worden beschermd met dijken. Wij wonen achter de dijk. En als die dijk ploft, ja, dan is het afgelopen hier. En dan hier aan de krant heb ik dus voor mij, dat is de Gelderlander. Een hele, ja, een soort scenario. Met een pracht. Foto, tekening van een dijk die doorbreekt of die doorgebroken is en het water komt eraan. En ik kijk naar de A6, denk ik. Dus de weg naar Almere en Amsterdam. Nee, moet dat de A6 zijn? Dat is de A10. Een prachtige tekening. En er komt allemaal regen van boven. En er komt allemaal water van links. En we gaan allemaal verdrinken. Maar ze kunnen het echt gaan doen. Het punt is natuurlijk wel dat ik woon dan in Arnhem. En ik woon boven de zeespiegel. Ik woon bij de Rijn, dus van mij uit naar de Rijn, dat is een stukje omlaag wandelen. En daar drijft die rivier voorbij. Nou, die rivier die is dus boven de zee. Dus ik maak me niet zo'n zorgen. En hier in de krant, ik zit nu te kijken naar... dat heel Nederland onder gaat lopen met water. Maar dat kan niet. Nederland kan niet onderlopen met water. Dat is onzin. En dan wordt er gezegd hier. De Polen bevatten 90% van het water. Wat zou er gebeuren als die zouden smelten? Zoals als de Polen zouden smelten. Arctica en Antarctica. Ja, wat zou er dan gebeuren? Ik
krijg je meer water. Waar loopt Nederland dan onder water? Is de vraag. En de vraag is natuurlijk ook, kunnen de polen zonder meer smelten? Kan dat eigenlijk wel? Mensen zeggen het dan wel, van ja, de polen gaan smelten, oh, dan krijgen we allemaal water. Maar het gebeurt helemaal niet. En in de krant, daar staat alsof dat echt is. Alsof wij bang moeten zijn voor een stijgende zeespiegel. En dat is niet aan de orde. Het verhaal van de zondvloed. Dat is een verhaal, dat is een mythe. Die moet je begrijpen. Die moet je doorgronden. Die moet je bevatten. Maar ga niet tegen mij vertellen dat jij bang bent. Omdat stel je bent een eigenaar of een pachter van zo'n strandtent bij Zandvoort. Nou, dan heb je, als het lekker weer is, altijd klandizie. Ben jij dan bang voor de stijgende zeespiegel? Heb jij ooit zo'n pachter gesproken die zei, oh, ik ben zo bang voor de stijgende zeespiegel? Nee, natuurlijk niet, lul. Ooit gekeken naar de zee. En je hebt eb en je hebt vloed. Dus af en toe is het water weg. En dan komt het water weer terug. Ja, dat is het. En komt het alsmaar hoger? Nee, natuurlijk niet. Dat is helemaal niet waar. We worden bang gemaakt voor iets wat gewoon helemaal niet erg is. Er is gewoon niks aan de hand. En dan staat hier dus, dat in het jaar 2050, dan is de zeespiegel 20 centimeter hoger. En in het jaar 2100, dan is de zeespiegel 90 centimeter hoger. Oh, ja joh. En dat geloof je zelf? Maar dat is alleen bij ongewijzigd, staat er nog bij. Dat is gewoon niet waar. Kijk eventjes door. Verzetsbeweging Aleppo lijkt kopje onder te gaan. Dat is niet interessant. Ik vind het niet interessant. Ik vind zelf dat wij moeten Aleppo gewoon overlaten aan de Aleppo-eanen. Wij trekken ons terug uit Aleppo. En als die mensen in Aleppo graag met elkaar op willen schieten met Kalashnikovs, ze gaan hun eigen gebouwen kapot maken, de riolering gaan ze vernietigen, dat moeten ze gewoon lekker doen. Wat maakt ons uit? Is dat mijn probleem? Tuurlijk niet. Maar dat is het wel. Van mijn BTW. Iedereen zegt wel van jou, Piri, jij betaalt geen belasting. Ja, die betaal ik godverdomme wel. En ik mag vloeken, hè? Want ik ben boos op sommige momenten. Van mijn belastingcenten zitten ze in Aleppo bommen te gooien via ISIS of zo. Oh, we hebben een ISIS-commandant, die is hartstikke goed. F your a-hole, man. En de volgende. Onderwijs. Kloof tussen leerlingen groeit. Schooldirecteuren. Dubbele punt. Ja,
De kansen zijn ongelijk. Bijna de helft van de directeuren in het middelbare onderwijs erkent nu voor het eerst dat kinderen van laag opgeleide ouders vaker onder hun niveau worden ingedeeld. Ik hou daar niet van. Ik vind het hele stomme onderwijs vind ik gewoon stom. En als je kinderen hebt van laag opgeleide ouders, dat kan. Dat betekent helemaal niks. Dat zegt niks. Je kan ook een kind hebben van een hoog opgeleide ouder en die kan nog stommer zijn dan die eerste. En je moet kinderen onderwijs geven. Punt. Je moet kinderen zelfvertrouwen bieden. Geven. Uitdagen. Dat moet je doen met kinderen. En je moet er niet over zeiken. Lager ingedeeld worden als een loo. Daar gaat het helemaal niet om. De kunst van het liegen is dat je heel veel de waarheid zegt en juist de rest die verzwijg je. En dat is wat je hier ziet. Sommige kinderen krijgen te jong een stempel. Aan mijn neus never, nooit niet. Tuurlijk niet. Kinderen moet je leren. Leer ze boogschieten. Leer ze kanon schieten. Leer ze volleyballen. Wat willen die kinderen? Leer ze pingpongen. Als ze willen pingpongen, laat die kinderen lekker pingpongen, man. En andere kinderen willen wiskunde. En weer andere kinderen, die willen natuurkunde weten. En dan weer andere kinderen, die willen gevaarlijke dingen doen met scheikunde. En dan boem. Maken. Met fluor. Dat moet je met kinderen doen. En dat gebeurt niet. En dat is verschrikkelijk. Dat is echt heel erg. Daar doen wij ons zelf geen plezier mee. Het gaat helemaal de foute kant op. En ik ben dan een slimmerik. Ik heb van het zielige onderwijs wel wat kunnen opsteken. En de bedoeling is dat we beter onderwijs krijgen. Bijvoorbeeld met leraren zoals ik. Het zou helpen. Op de lange termijn natuurlijk. Hè? Ik blader nog even door in deze gestolen krant. Is dat ook een hele leuke. Dit gaat over Trump, Donald Trump. De stemmen in Wisconsin worden opnieuw geteld. Ik vind het zo ontzettend stom. Want ik begrijp dat niet. Ik ben ICT'er. Dus ik weet van boekhouding en debit, credit. En ik heb gewoon één. Als een klant van mij, als je een klant bij mij wordt, dan moet je alsmaar enter, enter, enter. Je moet wel enter doen. Hè? Want als je niet enter doet. Dan komt er niks binnen. Daarom heet die knop ook enter. Kom binnen. Enter. Je moet enter, enter, enter doen. En als ik wil weten hoe vaak jij geënterd hebt, dan doe ik één statement en een zzz. En dan staat er 1497. Ja. Dat kan ik nog een keer doen. En dan kan het nog een keer doen.
En als je in de tussentijd doorgaat met enteren, dan krijg je 1498. En nu moeten de stemmen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die moeten overnieuw geteld worden. Terwijl Perry Franciscus Martinus Winkel, die klootzak uit Bovenkerk, die geboren is om 3:50 op 29 augustus 1959 met zijn burgerservice nummer 0596-8301.nl, die kan dat wel, maar Amerika kan dat niet. Daar heb ik een vraag. Wie is hier gek? Ik niet. Want ik weet hoe dat moet. Ik weet gewoon dat je gewoon elektronisch kan stemmen. Dus net als een Facebookpagina of een betalingstransactie via je bank. Ja, dat doe je toch ook wel eens? Dan betaal je 7,50 aan tante Jo voor die sjaal. Zo makkelijk is het toch? We worden hier voor de gek gehouden. En Donald Trump, die staat volledig onder controle van de paus, van het Vaticaan. En verwacht van hem helemaal niks. Ik lees nog even de krant uit, hoor. Ik heb hem toch gejat. Heeft er een... Dit is eentje van een Mohammedaanse vrouw. En die heet Hanina Ayaray. Als dochter van een voormalige gastarbeider ben ik altijd geïnteresseerd in de verhalen van de eerste generatie Marokkanen. Gelijk een vraag over. Want hoezo is er een eerste generatie in Marokkanen? Volgens mij bestonden Marokkanen al lang voordat ze hier naar Nederland werden gehaald. Op basis van het feit dat ze niet konden schrijven of konden rekenen. Want dat is gebeurd. In de jaren 70 kwamen wij, dus de goedaardige, de zachtmoedige, wij kwamen erachter dat in de chemische industrie, dat daar mensen te werk gesteld werden onder erbarmelijke werkomstandigheden. Waar zij ongelooflijk, die mensen dan, hè, ongelooflijke lichaamsproblemen van kregen. Chloracne, tanden die eruit vielen, blindheid, de meest erge dingen. En dan gaat zo'n man, dat is dan een kostwinner, en dan gaat die man gaat dan helemaal kapot, en dan denk je, ach, is maar een man. Ja, maar die heeft wel een vrouw, en die heeft 3 kinderen. En het hele gezin gaat kapot. Dat vonden wij dus als jongelingen niet oké. En wij gingen dat bestuderen. En via de vakbond, de FNV en dat soort organisaties, kregen wij een vinger erachter en werden er arbeidsomstandigheden verbeterd. Dat betrof alleen de arbeiders die konden spreken. En daarom hebben ze dombo's hier naartoe gehaald. En in dit geval Marokkanen. Die gewoon geen Nederlands konden. En die snapten er helemaal niks van. En die dachten, oh, ik moet dat gaan doen. Oh, die gingen dat lekker doen. Met opzet hebben ze mensen hier naartoe gehaald die niet konden lezen en niet konden schrijven. Want anders hadden die mensen geweten dat ze dat werk hier niet hadden moeten doen. Want het is slecht voor hun lichaam. En hun lichaam gaat eraan. Dus je
moet dat werken. Nou, de volgende is dan COA, Centraal Opvang Asielzoekers of zo. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Dus eigenlijk moet het heten COA. Werkte vorig jaar op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis zo'n, Jesus, 4.500 mensen. Nou, dan gaan er dus 1/3 van weg. Dat staat hier boven. Dus COA schrapt 1/3 van de banen. Dus er gaan er 1.500 mensen, die gaan eruit. Dan blijven er 3.000 over. En wat moeten wij met die asielzoekers? Ik weet het echt niet. Ik zelf wil ik eigenlijk liever naar Marokko toe. Migrant minder vaak in bijstand. Dat is mooi. Hoe zit het met de Nederlanders in de bijstand? Gaat het daar nog een beetje mee? Truckendoos gaat open. Als illusionist in Mindfuck bespeelt Victor Mids het brein van de kijker. En iets over Gordon. Is het voor Gordon never, nooit meer? Oh, Gordon is 48. Dat is mooi. Ik heb de krant uit. Ik ga nog even naar het recept. Misschien is het recept wel leuk. Maar die ga ik niet voorlezen. En de rest is alleen maar sport. De krant is uit, mensen. Mijn gestolen krant is helemaal uitgelezen. En dat de voetballers nog steeds aan het voetballen zijn, dat snap ik. Dat is ook een heel goed idee. En ik vind het ontzettend fijn dat jullie naar mij geluisterd hebben. En op zijn Duits, want zo doe ik dat altijd. Dan zeg ik tjus, dag lieverds.